Bij TNO zijn onderzoekers dagelijks bezig met allerlei toffe innovaties. Ik ga bij hen op bezoek om te horen wat zij bedacht hebben en wat hun werk voor de samenleving betekent. Ik ben op weg naar Jeroen. Hij gaat ons iets vertellen over een instrument voor stedelijke planning en mobiliteit. Hey Jeroen. Hoi Camilla. Vertel eens wat jullie hier bedacht hebben. Ja, we maken hier digital twins van steden. Hier zie je er een van Amsterdam. En we kunnen in deze digital twin, als een soort SimCity voor professionals, eigenlijk alles tegelijk in kaart brengen om steden te helpen bij het plannen van bijvoorbeeld nieuwe woonwijken of ingrepen in de infrastructuur, als bijvoorbeeld wegen worden afgesloten of bijgebouwd. Kan je een voorbeeld geven? Ja, natuurlijk. Kijk, als je kijkt naar verkeer en je zou bijvoorbeeld woningen bouwen, 24.000 woningen erbij, ja, dan kunnen we onmiddellijk laten zien wat de impact is op het verkeer. Dus overal waar het rood is, daar wordt het drukker. En je kan je voorstellen dat het ook een impact heeft op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. Ja, die wordt slechter tot in de binnenstad aan toe. Nou, als we bijvoorbeeld 10 keer zoveel woningen zouden neerzetten als in het scenario net, ja, dan zou dit het effect zijn. Dus dan is de impact op het verkeer, maar daarmee ook op de luchtkwaliteit, echt heel veel groter. En wat kan je dan met deze informatie? Nou, door te kijken waar het heel veel drukker wordt, waar de luchtkwaliteit verslechtert, kan de gemeente allerlei maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door andere vormen van mobiliteit aan te bieden. En wordt het instrument dan ook al gebruikt? Ja, de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, die gebruikt echt dagelijks in de planning van hun wegwerkzaamheden, maar ook voor de strategische planning zoals het aanleggen van nieuwe woonwijken. Dankjewel voor je heldere uitleg. Wat een gaaf idee!